Nou hadden ze wel een ander merk en ook goedkoop, maar ja, ik ben dat nog nooit. Ik ken deze niet. Ja, misschien dat jullie het kunnen. Ik kan het niet. Ja, nou ja, we zullen het beleven voor Halloween. Ga eens in de fietsen. Dat zijn raamstickers. Dus in het donker, ja, dan zien ze dat. Ik vind het grappig. Ja, ik vind het grappig. Ik ga er lekker op draad maken. Nou, lieve vrienden, een hele warme welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag alweer reeds vrijdag, de 14e van de 10e 2022. En we leven al helemaal weer op 15:34. Dus het is alweer 3:30 geweest eer dat ik jullie erbij pak. Maar daar kan ik ook niks aan doen. Nee, het is nou helemaal zo. Ja. Ik heb tot op heden nog steeds geen huishoudelijk hulp. Er is geen vervanging, er is niks. Dus ik sta er helemaal alleen voor. Ja, ken je dat? Godverdikke. Ik ben er zo boos en verdrietig om. Ze hebben geen vervanging, er zijn te veel zieken. Bla, 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 bla. Ja, Claudia is ziek. De hele week. Die is vanmiddag weer bij de dokter geweest. Ze heeft weer voorhoofdontsteking. Ja, ze heeft de eerste keer niet goed uitgeziet, naar mijn idee. Maar ze zit helemaal vol. Dus ja, die mag niet werken. Er zijn een heleboel ziekten en ja. Ik weet het allemaal niet. Dus ja, ik zal straks toch zelf eventjes de stofzuiger er doorheen vegen. Ja, hoe zeg je dat? De stofzuiger er doorheen halen. Maar ik ga eerst zometeen met de meisjes uit. Maar het is de hele dag al van het akelige, smerige. Rot weer, grijs, grauw, om hoofdpijn van te krijgen. Dat is gelukkig gezakt, want ook dat had ik. Maar het is nou droog, dus ik ga de kou in, want het is ook niet warm, wettig mij medegedeeld. Maar het waait niet hard, maar het kan wel koud zijn. Nou ja, en ik heb gisteren het klaargekregen met collecteren. Dus ja, ja, ik moet nog eigenlijk... Eigenlijk moet ik nog één straat, dat is een hele lange straat, maar dat zijn maar een paar huizen, met steile trappetjes ervoor, voor de deur. Nou, je denkt dat ik die niet op ga klimmen, hè? Nee. Dan neem ik mijn stok en het is even tik, tik tegen het raam aan. Want dan ga ik niet tegenaan klimmen. Maar, het zijn van die hoge pieven. De vorige keer waren ze ook niet thuis en dan ging ik ook 's avonds erheen. En dan denk ik, ja, waar zijn jullie 's avonds? Ja, de meeste zijn thuis. Maar ja, ze kunnen ook avondwerk hebben en ja, ik ga voor die paar huizen niet helemaal daar naartoe. Noppeniendo, ik heb genoeg gehaald. Ik denk dat ik heel veel heb, ja. Dus ja, en trots op een mannetje, een oud mannetje, die eventjes met een briefje van 20 aankwam en die in de bus deed. Nou, toppie. Zulke soort mensen moet je meer hebben. Dus, ja, helemaal top, helemaal geweldig. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van je dag. Doe het met de lach. Probeer ik ook te doen, ondanks dat ik pijn heb, want ik heb een koortsuitslag. Ik ben ook niet echt helemaal in orde. Ik ben niet ziek, maar toch niet in orde. Ja, dat heet, en dat doet ook zeer hoor, koortsuitslag. Ja, maar ja, komt wel weer goed, gaat ook vanzelf wel weer over. Ik ga mijn jas aan doen. En ik ga gewoon er vandoor met die meiden. Die meiden moeten er nodig uit. En dat het regent, ik heb me rot gelachen. Ik liet ze buiten, maar ze waren ook gelijk weer naar binnen. Want, oh, stel je voor dat er een haartje van een vacht nat werd. Was er even kopjes om dat te zien. Ja, ik denk, nou. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben net weer thuis om boodschappen doen. Ja, en het is, wat moet ik zeggen, het is de ene kant wel koud, de andere kant is het weer niet koud. Het is waterkoud.
Het waait niet, het is zacht. Maar ja, toch is het koud. Ja, ik heb boodschappen gedaan. Ik was bij Big Bazaar. Ik denk, ik moet closetpapier hebben, wc-papier. Op. Ik krijg wat. Ik denk, nou, dan naar het Kruidvat. Want het Kruidvat heeft hetzelfde dan Big Bazaar en ook dezelfde prijs. Dus ik daar naartoe. Was het ook op wat ik normaal gesproken altijd heb. Nou hadden ze wel een ander merk en ook goedkoop, maar ja, ik ben dat nog nul, ik ken deze niet. Ja, misschien dat jullie het kunnen. Ik kan het niet. Ja, nou ja, we zullen het beleven. En dat ga ik straks opruimen en dan kan je er in de wc ook weer. Ik heb nog maar één rol in de la leggen en voor de rest een noppen. Dus, oh, voilà, dan nu weer even. En ja, ik ben ook even bij Zeeman geweest. Ja. Net wat gehaald voor één nog wat. Leuk. Voor Halloween. Ga eens even fietsen. Dat zijn raamstickers. Dus in het donker, ja, dan zien ze dat. Hè. Ik vind het grappig. Ja, ik vind het grappig. Ik ga er lekker op het raam plakken. En ik denk dat ik ook op de tuindeur wat doe. En op het gewone raam, ja, dan kan het weer niet, want ik heb daar weer een barst in. Ja, ja, op het uitslaande raam, die open kan, daar kan ik nog wat doen. Maar ja, helaas niet op dat die kapot is. Dat gaat het er niet worden. Niet voorzichtig mee wezen. Dus ja, dat is ook leuk. Dat, ja, gewoon grappig, weet je. Nou, en dan heb ik een nieuw lampje gekocht. Een zaklampje eigenlijk. Die beter is, mag ik hopen. Ga ze fietsen stelen. Hallo, jullie lopen in de weg weg, hè? Die kant is op. Ja. Ga eens weg. Ik had deze in mijn fietsmandje. In mijn mandje voor de rollator vastgebonden. Op de bodem zo. Maar als die aangaat. Er zit nog wel een klein beetje in. Maar weinig. Als ik nieuwe erin doe. Is die niet fel. Hij is gewoon zacht van kleur. En deze. Nou ja. Hij is bekend van tv. Dus ja, ik denk dat dat toch wel goed moet wezen, toch? Er moet 3 keer een AA'tje in. Nou, we zullen het beleven. Dus ja, dat ga ik ook straks even bekijken. Maar ik heb nog koffie en ik heb ergens een bounty zitten. Ik heb ook eieren, want ik word weer te dik in mijn buik. Ik voel het aan mijn rug. Het gaat niet goed met mij wat dat er gaat. Dus ik ga weer een aantal weken even op. Een dieetje. Ja, komt helemaal goed. Ik mag dan wel, de ene dag mag ik niet alles eten, de andere dag mag ik wel alles eten, maar niet meer dan 40 punten. Die lijst kun je op internet vinden. Een 40 punten lijst. Ook kun je een eierdieet volgen. Dat doe ik erbij. De ene dag eierdieet, de andere dag mag ik alles hebben, behalve niet hoger dan 40 punten. Dus ja, zoek het op internet, het valt daar wel te vinden. Vroeger hadden we het nog niet en toen kreeg ik dat voor een diëtiste. Toen heb ik ook op jazzballet gezeten om wat af te vallen, want toen was ik ook te dik. Dus ja, zo dus allemaal van die dingen. Ja, en dan wilde er weer eentje eruit en ja, dat krijg jij niet, jonge dame. Ik heb een makreel meegenomen. Ja, lekker. Dus die gaan we lekker oppeuzelen vandaag. Maar die maak ik wel warm in de magnetron. Dan ben je eventjes dat er de kou eraf is. Nou, en dan heb ik weer deze brood. Want wat ik normaal heb, ja, die is trouwens ook duurder. Ik ga over op dit. Dit is 1,29. Dan heb ik dus ook 12 bolletjes in één zak. Normaal heb ik 12 bolletjes in 2 zakken voor 1,50 en nou voor 1,29. Dus ja, dat gaan we mooi doen. Ja,
En ik heb, uiteraard heb ik weer kattenvoer voor Kandalf, natvoer in die dozen. Wow, daar maar even neerleggen. Ik heb weer ginger ale, ik heb uitjes, maar nou andere uitjes, biologisch. En die waren 99 cent, biologische uitjes. Normaal heb ik een grote zak met grote uien. En dat zijn niet biologisch. Nou, heb ik wel biologisch. Nou, dat gaat in mijn vergiet. Even komen. Waarom doet hij daar nou? Wat doen ze nou allemaal? Jeetje. Oh, nou ja, dan is het even. Voilà. Je hoeft niet te schrikken. Ga weg. Nou ja, gingerbread. Ik heb weer melk voor de visite in de koffie. Ik heb weer snoepjes. Dat is de enige snoepjes wat ik eet. Dat is mijn andere brood. Maar waar is mijn? En ik heb andere koffie moeten kopen. Want wat ik normaal heb, dat expres, dat is op. Hebben ze niet meer. Ze hebben nou deze. Gewoon, doe mij maar gewoon rood. Dus ja, ik weet niet. Die kan ook daar naartoe. Even zien hoor, even hier in het kastje kijken. Want ik heb het merk hier. Ja, expres. Nou, hebben ze niet meer. Dat zijn ovale ronde potten. Die hebben ze dus niet meer. Dan moet je overop. Hé, hey, die. Nou ja, we merken het wel. Ja, toch? Ik heb ook weer even wat meer koffie. Ja, nou, het kattenvoer moet er nog in. Ik zet dat daar even neer. En zo. En koude handen. Maar ik ben mijn baan. Oh, daar is mijn bouwtje. Die was ik aan het zoeken. En de rest komt straks wel. 3 dozen kattenvoer en 4 flessen ginger ale. Ja, helemaal geweldig. Dus ja, ik ga nou lekker aan mijn koffie beginnen. En ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van de avond. Smakelijk eten, bon appetit. En een hele fijne avond. En hopelijk tot later. Ja, lieve vrienden, het is al reeds heel erg laat. Ik heb mijn hele tijd vergeten. Want ik zat heel leuk in gesprek met een vriendin op Facebook. En dan is het zomaar laat. Ja, het is namelijk alweer 3:52. Ja, bijna 4 uur. Oh, 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 oh. Maar ja, het maakt niet uit. Ik heb het water op staan, want ik neem momenteel wel een kruik mee naar boven. Omdat ik steenkoude voeten heb, want ik doe de kachel nog niet aan. Ik vind het nog niet nodig. En het bespaart ook weer, hè? Ja. Elwing die is, zover ik al weet, naar boven. Die wou de hal in, dus ja, daar gaat ze meestal naar boven. Rijka is nog hier, dus het komt allemaal goed. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Dus ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. Thank you.